sta nu helemaal in pak. Ik kan nu eigenlijk gewoon niet meer terug, want dan, ja, dan voel ik me echt een mietje. Dus ik ga het ook gewoon doen. Maar heel chill is het niet. Op een gegeven moment zwem je tegen vissen aan die letterlijk gewoon zo groot zijn. En ik kan me voorstellen dat Dylan dat dus niet leuk vond. Hey, mijn naam is Usima en tof dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van First Fear. Iedere week overwin ik samen met iemand zijn of haar allergrootste angst. En het is tijd om al deze angsten aan de kant te zetten. Dit is First Fear. En mijn gast van deze week, dat is niemand minder dan Dylan. Hallo. Hoe is het, jongen? Goed en met jou? Ja, gaat goed. Nu nog wel goed. Ja? Ja, vertel. First Fear natuurlijk. Je hebt ook je angsten. Ja. Wat is nou jouw angst? Ja, je zal het misschien niet verwachten. Ik ben niet voor heel veel bang eigenlijk, maar als ik iets echt niet fijn vind, zijn dat eigenlijk wel echt vissen. Vissen? Als ik het zelf zeg, klinkt het dan gewoon zo lullig. Maar... Ja, vissen. Het klinkt een beetje lullig. Het is misschien ook een beetje lullig, maar ja, het is wat het is. Ja, mensen denken dat ik voor heel veel dingen bang ben. Maar trust me, vandaag ben ik echt niet bang te krijgen, jongens. I got this. We got this. Ja, vissen. Ik heb honden gehoord, slangen, spinnen. Ja. Vissen. Ja. Maar waar komt dat dan vandaan, vissen? Ja, ik denk dat het begon toen ik wat kleiner was. Was ik ongeveer 9 of zo, waren op vakantie. En dan gingen we naar het strand. En ik voel iets aan mijn voet en er zat een vis aan mijn voet vast, bij mijn teentje. Ik dacht, nee. Dus ik helemaal afgetrapt. En vanaf daar is het denk ik begonnen, want een paar jaar later gingen we ook nog een keer op vakantie. Bij mijn moeder kwamen de kwallen op haar in de zee. Ik werd echt helemaal gek van die beesten. Goudvissen vertrouw ik nog. En alles daarbuiten moet ik ze eerst even leren kennen om ze te vertrouwen. Vissen met tanden, die wil ik helemaal niet leren kennen. Ik kan me iets bij voorstellen, maar dan voornamelijk bij inderdaad piranha's, haaien. Ja, dan ben ik helemaal weg. Dan ben ik helemaal weg. Maar nee, bij die kleine visjes. Goudvis maximaal. Oké. Ja, ik vind het dapper dat je er vandaag bent. Ja. Want we gaan wel jouw grootste angst overwinnen. Ben je er een beetje klaar voor? Nu nog wel. Nu nog wel. Maak je dan maar vast gewoon mentaal klaar. Want we gaan het wel doen. Yes. Let's go. Hi, een hele goede dag. Welkom bij Tori. Dylan. Ja. We zijn helemaal afgereisd naar België. Wow. Ik heb begrepen dat dit de grootste indoor duikfaciliteit is van Europa waar vissen aanwezig zijn. En ik heb vernomen dat jij angst hebt voor vissen. Ja, dat laatste was minder leuk om te horen, ja. Dus jij wordt nou blootgesteld aan jouw grootste angst. Ja. Dan ga je nou overheen kunnen helpen, denk ik. Heb je het vaker gehoord dat mensen bang zijn voor absoluut, vissen? Absoluut. En soms komen ze er pas achter als ze hier onder water zitten. Dus dat is ook altijd leuk om mee te maken. Ja. Nou, heel fijn. En hoe gaan we het aanpakken vandaag? Ik stel voor dat we eerst eens gewoon naar onze visjes in het aquarium gaan kijken hier beneden. En dan... Ik krijg er al warm van. Mijn jas open. Komt helemaal goed. Zullen we maar gaan beginnen? Hier, als jullie mij volgen, dan hebben we hier ons aquarium. We gaan het rustig opbouwen, dus we gaan zo langs het aquarium lopen. Het klinkt heel klein, maar het is mega groot hier. En vervolgens mag hij even in contact komen met de vissen. Dus we gaan het rustig opbouwen vandaag. We staan nu voor een klein aquarium, als ik het zo kan noemen. Dat klopt. We gaan het rustig opbouwen. Hier aangekomen in onze quarantainezone en we hebben hier een aantal visjes in een aquarium zitten. Zou jij je durven om jouw hand hier in het water te steken? Deze hebben geen tanden. Als ik dat als eerste doe. Ze bijten helemaal niet, kijk maar. Ze worden wel wild nu je hand zo in het water steekt. Ze denken wat net waren ze rustig, hoe komt dat? Nou ja, er zitten natuurlijk niet heel vaak handen bij ze in de buurt. Hè? Dus ze denken, goh. Oké, dit durf ik nog wel. Dit is nog wel... Maar als er nu wat gebeurt, kan ik mijn hand er nog uittrekken. Hey, kleine angst. Oh. Ik blijf. Er zit eentje achter je. Achter? Ben je klaar voor een next level stap? Nou, want dit, hier blijft het natuurlijk niet bij. Nee, laten we het gewoon gaan doen. Dan gaan we. De eerste stap was makkelijk, maar ik ken First Fear en ik weet niet dat het bij een makkelijke stap blijft. Dus ik ben benieuwd wat ze nog meer in petto hebben. Dylan, wat we net deden, daar blijft het natuurlijk niet bij. Dit is First Fear, ik dus ben zo bang. Jij moet je angsten gaan overwinnen. We zijn niet voor niks helemaal naar België afgereisd. Want Duska, wat gaan we doen? Ja, we gaan dus nu, gaan we straks in een groot bassin met 5.500 vissen gaan we duiken. Maar eerst mag jij even plaatsnemen in ons klaslokaal. Want we gaan ook nog eens duiken.
En dat gaat ook niet vanzelf, hè? Zie het zitten, Dylan. Dus ik moet ook nog gaan leren om iets te gaan doen met... Ja, oké. Okay. Nee, is goed. Gaan we doen. Ik vind het geweldig. Heel dapper van je. Echt, hè? Neem plaats. Neem plaats, Dylan. Ik durf niet eens plaats te nemen. Het wordt nu wel serieus, want voordat we echt gaan duiken, krijgen we een theorieles. En ja, Hoesima moet weer even achter de schoolbanken. We moeten even scherp zijn, want dit moet je wel even goed kunnen. Dat is geen grap. Ja, bij de lesnet, weet je, we kregen natuurlijk ook instructies over hoe we het pak moeten gebruiken. Alle knoppen en dergelijke. Dan zijn er bepaalde knoppen die je niet in één keer ingedrukt moet houden. Bijvoorbeeld, dan schiet je gewoon de lucht in. Je moet letten op je ademhaling. Er komen heel veel dingen bij kijken, dus je moet zeker niet in paniek raken. Aan mij de taak om onder water Dylan kalm te houden. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Maar we gaan het wel gewoon echt doen vandaag. Ik vind het al spannend, dus ik heb ook een speciale duikbril gekregen. Normaal gesproken heb je het op je mond en als je dan schrikt of zo, dan kan je het uitblazen. En dan, ja, voor mij is het handig om zo'n ding op mijn kop te krijgen, zodat ik gewoon, als ik schrik, niet mijn lucht weggooi en dat ik in paniek raak. Ben je er klaar voor, Dylan? Wauw! Dit is het moment dat je in aanraking gaat komen. Wauw! Oh, dat vind ik zo vet, hè? Die is waar je dadelijk naartoe mag. Ik vind dit zo vet. Ja, eerste reactie? Ja, net bij het raam zag ik allemaal kleine vissen, maar dit is wel een beetje... Deze zijn echt groot, jongens, hè? Bijten deze ook? Hey, kijk, deze komt echt hoog. Oh, zo, hij is zo groot. Ze kunnen komen eten als ze denken dat het eten is. Hey. Ik sta nu helemaal in pak. Ik kan nu eigenlijk gewoon niet meer terug, want dan voel ik me echt een mietje. Dus ik ga het ook gewoon doen. Maar heel chill is het niet. Ja, gillen kan daar niet meer, hè? Het is lekker rustig voor ons. Begin niet in je tenen bijten, wees maar niet bang. Ik ging het water in, dan keken we echt 100 keer heen en weer of Sima in de buurt was en of geen vissen ergens aan zaten. Ik begon het wel een beetje te vertrouwen. Ik zag dat de vissen gewoon rustig waren. En ja, je moet het hier ook wel vertrouwen, want anders komt hier niemand met een pak aan zwemmen als iedereen gebeten wordt hier. Dus ik gaf me gewoon een beetje over. Ik dacht, het komt wel goed. En ik ging gewoon mee met de groep. Op een gegeven moment zwem je tegen vissen aan die letterlijk gewoon zo groot zijn. Echt, je ziet die tandjes en ik vind het mooi. En ik kan me voorstellen dat Dylan dat dus niet leuk vond. Toen ik het zag, dacht ik ook van wow, even serieus, is dit nu, weet je, is dit echt, het lijkt zo onwerkelijk. Maar die vissen zijn gewoon echt zo. En je ziet alles gewoon van heel dichtbij en je kan ze aanraken, ze komen ook echt op je af. Dus ja, ik vind dat wel heel vet. Ik weet nog helemaal op het begin. Toen raakte ik een vis aan bij het rijden. Toen schrok ik me al helemaal dood. Maar onder water. We kwamen uiteindelijk bij een bar uit. En dat was volgens mij een plek waar van die grote vissen hun eieren hebben gelegd. Ik en Dylan, we staan aan die bar en er komt zo'n grote vis komt op ons af. Hij vond het echt op een gegeven moment echt eng. Dat was een van de eerste grote vissen die op ons afkwamen. Maar op een gegeven moment, we staan naast elkaar en ik zie gewoon dat hij met zijn hand richting die vis gaat. Ja, is mooi om te zien. Is mooi om te zien. Het voelt echt alsof het niet de echte wereld is of zo. Alsof je in een droom zit. Het was echt alsof je een VR-bril op hebt. Ik weet het niet. Het was echt zo raar. Daardoor denk ik ook dat ik het gewoon een beetje vertrouwde en het allemaal liet gaan. Want het voelde niet echt of zo. Ja, ik vond het echt super vet. Ik vond het echt heel leuk. Leukste first sphere ervaring. Ik heb een aantal first sphere afleveringen gehad waarbij ik echt zo er tegenop keek. Maar water is gewoon mijn ding. Ik hou van water. Ik hou van vissen. Dus voor mij was het echt super leuk. Ik hoop dat Dylan het ook wel leuk vond. Ik zag hem af en toe in het water een beetje angstige bewegingen maken. Dit is wel echt zijn angst, dus hij heeft het toch wel echt gedaan. Dylan, hoe vond je het, jongen? Ik had echt niet gedacht, maar ik vond het best wel leuk. Maar het leek alsof we in een soort van film zaten of zo. En echt, op het begin. Heel dope. Ze had verteld over die vis met die tanden. Je zag ook die tandjes en zo, hè? Ja, zo goed zitten. Ik dacht, nou, dit... Ja, ik vond het in ieder geval echt super leuk. Dushka, super thanks. Dankjewel. Voor de service en voor de gastvrijheid. Het was echt voor mij een topervaring. Ja, heb jij je angst overwonnen? Ik denk het wel, ja. Ik ben in ieder geval ontzettend trots op je. Volgens mij heb je het ook een beetje koud, dus ga lekker douchen. Opwarmen. En vond jij het een leuke video, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet je ook niet om te abonneren op het First kanaal. Volgende week een nieuwe gast, een nieuwe angst. En we're out.